Ja jongens, ik ben uiteindelijk aangekomen bij Cafferata, oftewel vuurwerktoppers. En daarnet in de auto, ik kon niet echt goed opnemen voor jullie, want er is niet iemand die de camera goed vasthoudt. Dus vandaar, er komt ook een auto achter mij aan. Maar ik kon het ook niet echt goed vasthouden, die camera in de auto. Daardoor viel die de hele tijd. Dus ik dacht, weet je wat, ik rijd eerst even heel snel hier naartoe, want ik was al eigenlijk te laat. Dus ik heb ook even gewenkt naar die gasten dat ik ietsjes later was. Dus nu kan ik het even opnemen. En moet je het gebouw zien? Cafferata is de het hoofdkantoor van ze. En ik denk dat iedereen deze dealer wel kent. Want voor mij verkopen ze in 110 verschillende vuurwerkwinkels verspreid over heel Nederland. En dus bij iedereen die deze video kijkt, is er wel een winkel in de buurt. En ik ga hier ook even wat bestellen. Dus dat wordt allemaal mede mogelijk gemaakt natuurlijk door vuurwerktoppers.nl. En ik ga hier zo meteen ook even wat bestellen. Die video zien jullie natuurlijk nu, maar het vuurwerk wat we gaan ophalen niet. Ik hoop ook dat ze al wat hebben liggen in de bunkers. Dus daar gaan we binnen even kijken zo meteen. En ja, als we het vuurwerk mogen ophalen, dan zien jullie natuurlijk daar een shopvideo van. En natuurlijk de collectievideo. Maar dat is natuurlijk voor in de kerstvakantie, wat daar al heel snel aankomt. Dus we gaan naar binnen. Let's go. En hier zie je al de folders die jullie nu al kunnen krijgen waarschijnlijk. 1 december komt er landelijk een folder van een hele grote actie die wij gaan houden dit jaar. Bij iedereen op de mat dus. Heel Nederland krijgt folders van ons zeurmat gegooid. Ik moet zeggen, dus op het moment dat deze video dus online staat, kan je deze folder al verwachten. En mocht je deze folder niet hebben ontvangen, dan kan je waarschijnlijk naar vuurwerktoppers.nl of www.vuurwerktoppers.nl. Nou, hier zien jullie dus folders. Dit zijn dus die foldertjes die landelijk verspreid worden. En dus 1 actiefolder die dus 8 miljoen keer... 8 miljoen. Eens kijken hoeveel dat is. Ja, niet normaal. Bizar veel. Niet normaal. En zoals jullie kunnen zien, een van de weinige importeurs die inderdaad dit overdekt hebben. Dus jullie moeten het zo zien. Hier komt een vrachtwagen binnen. Hier staat al vuurwerk. En dan kunnen ze zo de bunkers in. En als ik even snel die kant op film, dan staat het hier zo overdekt allemaal. En dat houdt dus in dat niks letterlijk en figuurlijk in het water komt te vallen. Hoeveel bunkers hebben jullie eigenlijk? 20 bunkers. Gaan we zo meteen natuurlijk ook nog even kijken, ja, toch? Dat gaan we doen. Mooi. Ik zie ook veel verschillende folders. Nog even bij de foldertjes te blijven. Blijft toch mooi, weet je. Ik denk dat heel veel mensen van de generatie van nu, van 14, 15 en zo, die kennen dit gevoel denk ik niet echt. Maar ik daarentegen word er wel blij van, hoor. Nee, hij wordt wel getest. Oké, wel getest. Ja, in de 2 weken wordt hij echt. Dat hij het echt nog doet hier. Ja, helemaal gereviseerd, helemaal gecontroleerd. Dat echt altijd tip-top in orde is. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Normaal. Ja, we hopen het ook nooit te hoeven gebruiken. Precies, ja, dat bedoelde ik inderdaad. Hopelijk hoeft het inderdaad nooit gebruikt te worden, maar je kan maar beter iets voor zijn dan dat je iets moet blussen, weet je. Dus. Je hebt het alvast voor me uitgepakt. Altijd mooi om te zien. En ik denk dat er hier wel een paar bij zitten die wij sowieso dit jaar ook ons op lijstje hebben. Wauw. Hier ook weer pyropex. Dit zijn allemaal dingen voor shows, mensen. Kijk maar, je ziet hier ook draden uitkomen. Het ziet er gevaarlijker uit dan het is. Maar het is eigenlijk echt bedoeld voor mensen die shows organiseren. Dan kunnen deze dingen in van die schietkisten. Iedereen kent ze wel, denk ik. En dan komen we weer in een andere bunker. Wat voor soort bunker was dit nou? Ja, beneden is echt om de orders te pikken. En dit is eigenlijk puur een opslag. Dus als er beneden iets op is, dan... Oké. Een soort verpakte bunker. Zo kan je het noemen ook. Ja, voorraad wat beneden op is, staat boven. Dus dat wordt dan naar beneden gehaald. Wauw. Ik
Dat is hetzelfde. Ja. En deze is maar netter. Het lijkt allemaal op een herhaling, jongens, maar... Het verschil ligt inderdaad zit in de netheid. Hier ziet het er inderdaad wat meer opgeruimd uit. Hier is een vrouw bezig geweest. Kwamen we er net aan en zoals jullie zien, hier liggen dus al die folders. Dan moet je kijken hoeveel er zijn. En er is al een deel naar de winkels toe. Ongelooflijk. De showroom. Ja, zo beneden even doen. Oké. Of moet die box even hier naartoe halen? Dat vind ik ook een mooie lijn, die showtime. Deze folder, die krijgt heel Nederland geleverd vanaf 1 december. En dat is die nieuwe actie, de WTF-box, die hier zo beneden staat. En hij is even aan het uitpakken. Maar ik moet zeggen dat dus heel Nederland deze folder krijgt. En als jullie deze video zien, is het al 1 december natuurlijk. Dus ik wil even vertellen, als iemand deze al heeft binnengekregen, laat even in de reacties achter. Dan weten ze hier dat die goed is geleverd bij iedereen. Deze box is het dus. De hele box, niet voor €250, maar voor €39,99, oftewel €40. En dat is dus compound. Maar deze, die moet echt gekocht worden door ons. Dus wij gaan deze ook zeker nemen. Want die prijs, jongens, niet normaal, 122 shots. Normaal gesproken ben je dat echt veel meer kwijt. Echt waar. Dus jullie zouden even kunnen kijken op vuurwerktoppers.nl. En dan kan je zelf je eigen dealer bij jou in de buurt aanvinken. Het zijn 110 winkels toch, begreep ik? Zoiets. En volgens mij het aantal is nog groeiende op dit moment. Dus bij iedereen in de buurt zit een winkel. Dus eigenlijk kan niemand zeggen dat er bij hun in de buurt geen vuurwerktopperswinkel zit. Maar ik ben benieuwd naar deze. En die is echt splinternieuw, hè? Dat is echt vorig jaar nog niet geweest. Nee. En ook daar is een hele lijn van laat je truien zien. Kijk dan. Deze krijg ik natuurlijk even mee. Ja, zeker. Altijd nice. We laten hier in het zuiden niemand met lege handen vertrekken. Dus we zijn hier nog steeds op het kantoor van Vuurwerktoppers. En ik moet jullie zeggen dat ik zo meteen hier ook even wat ga bestellen. Zoals ik al eerder in eerdere video's had aangegeven, ik wil dit jaar wat focussen op de wat mooiere blokken. De compound dingen natuurlijk in Nederland. Want eigenlijk kan je tegenwoordig in Nederland kan je net zo goed vuurwerk krijgen als in het buitenland. Dus ik neem jullie nu mee en dan ga ik het even bestellen. Let's go. Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik op locatie kunnen kijken welke producten ik wil. Voor oud en nieuw, omdat ik dit jaar eigenlijk wat meer, wat grotere blokken wil, wilde ik er even de tijd voor nemen en alles in mijn telefoon opschrijven. Ik heb heel veel video's gekeken wat ik precies wil. Ik ben dus op de site van de winkel waar we net waren, vuurwerktoppers.nl. Dat is, daar is Cafferata ook een onderdeel van, maar specifiek even vuurwerktoppers. Dat is het bedrijf waar ik er net was. Dan kan je beneden, als je naar de site gaat, kan je hier zo je postcode invullen, hier links. En dan zie je je verkooppunt bij jullie in de buurt. Maar goed, dat doe ik nu even niet, omdat ik gewoon even het vuurwerk wil laten zien aan jullie wat ik wil bestellen. Allereerst, die ik op het lijstje heb staan, dat is de Big Gold Crystal. En ik vond deze wel mooi, omdat het gewoon een wat grotere cake is die ook al wat langer in het assortiment zit. Hij heeft 144 shots, compound natuurlijk. En ja, ik had een video gezien, ik vond hem super mooi. Ik zal jullie ook even een stukje laten zien. Je kan ook ieder filmpje natuurlijk gewoon aanklikken om te zien. Nou, ik vind deze gewoon mooi en vooral aan het einde zie je... Kijk, dat effect vind ik super mooi erin. En dat is een van de redenen waarom ik deze wilde. Dus ik laat niet het hele filmpje zien. Ik denk dat jullie dat wel begrijpen, anders zijn we nog een half uur aan het praten. Alleen ik ga deze zeker nemen, dus mochten jullie willen weten hoe die exact eruit ziet, ik zou zeggen, ga naar de site. De volgende die we hebben is de Big Professional Crystal. Zag ik ook al vorig jaar, ook de video van bekeken en overtuigd geraakt door de afbeelding. Ik heb ook heel veel bestellingen of heel veel producten gehad die ik weg heb gestreept, terwijl ik toch nog ja, een ander product wilde en zo. Dus ik ben wel echt heel kritisch geweest dit jaar. Hij begint wat rustig, maar uiteindelijk is hij wel... Kijk, hier bijvoorbeeld komt het heftige. Kijk, en ik denk altijd na over wat voor show ik wil doen. Dus bijvoorbeeld een 6 uur project of zo. En dan stem ik daar eigenlijk de cakes op af. Geel bij palm effecten, et cetera. Dus daarom eigenlijk deze. En ik zou je zeggen...
De cakes die ik wil zijn best wel duur, dus ik denk dat jullie die niet allemaal bij elkaar kunnen nemen. Maar goed, mocht je daar budget voor hebben, dan kan je dat doen. Met deze is bijvoorbeeld 190, die van mijn vorige was volgens mij 200. Ja, dan zo kom je eigenlijk al op een aardig bedragje uit. Maar goed, als je wat kwaliteit wil, dan moet je daar wat meer voor uitgeven. Dit is de triple splitter, ik moest hem even zoeken. Die is 135 euro. 135 shots compound met... ook een pakket die ik heel graag wilde hebben. Dus die hebben we er ook op staan op het lijstje. Ik ga straks eigenlijk de bestelling helemaal rondmaken, maar voor nu heb ik hem even als schets staan. En jullie weten wel waarom ik deze heb genomen natuurlijk, hè? Dit is wel een gek spektakel. Ik laat jullie zo meteen ook even mijn favoriet zien die op het lijstje staat. Ja, dit is gewoon heerlijk gewoon. Jullie einde kijken. Ik moet zeggen, dit lijkt bijna al op een 6 uur project op zich. Dus daarom wilde ik hem erbij hebben. Ook voor projecten. Maar goed, jullie gaan nog alles met Oud en Nieuw zien. En deze Oud en Nieuw wordt echt gruwelijk. Al zeg ik het zelf. Want we hebben natuurlijk alleen maar compounds. En meer kwaliteit dus. Deze is 135 euro. Dus de goedkoopste op ons lijstje. Klinkt heel gek, maar het is echt zo. De WTF box, die hebben we ook. En dat is een compound voor 40 euro. En hij staat hier op de hoofdpagina's uitverkocht. Maar ik heb me laten vertellen dus net op locatie, op hoofdkantoor van Vuurwerktoppers, dat deze 1 december weer erop staat. Is een compound die is afgeprijsd van, ik dacht, 225 euro naar 40 euro. En op de forums waren ze al bezig met, hoe kan dat nou voor 40 euro die WTF-box aanbieden? Is dat niet een foutje of zo? Maar nee, hij staat er echt op voor 40 euro. Dus dat is een compound met 2 kilo kruid. Ik ga even de video bekijken, maar die is 40 euro. Dus voor de mensen die compound willen en dat met budget willen, dan kunnen jullie deze nemen. Even de video kijken, want ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Deze is sowieso mooi. Als je deze voor 40 euro kan kopen, dan heb ik liever deze dan een pijlenpakketje, eerlijk gezegd. Deze video is natuurlijk een dag eerder opgenomen. Het is nu 1 december voor jullie. Dus deze komt er 1 december weer op. De Golden Final, en dat is één van mijn favorieten. Ik heb deze al een keer eerder gehad, maar niet op video gehad. Maar deze is echt mijn favoriet, omdat hij echt een goed spektakel heeft. 210 euro. Wel wat duurder inderdaad. 186 shots. En deze is echt gek hoor, ik zeg eerlijk. Maar misschien omdat het gewoon mijn smaak is. Laten we even kijken. En zo gaan die effecten eventjes door. Ik moet je zeggen, deze is echt mijn favoriet. Ik ben super benieuwd om deze op beeld te kunnen krijgen voor jullie. En ja, doordat ik eigenlijk dit jaar een wat grotere bestelling heb qua kwaliteit, heb ik ook veel meer zin in om straks dit vuurwerk op te kunnen halen. Dus ja, heb ik eigenlijk weer die hype terug, want dit is echt, we hebben echt veel. Dus deze was 210 euro. Dan gaan we door naar de Incredible Fan. Die hebben we ook. Ik zal sowieso het lijstje even in de beschrijving zetten. Dat jullie zelf, als jullie daar zin in hebben, even de producten alvast kunnen bekijken die wij gaan nemen. Deze is 180 euro. 160 shots. Compound natuurlijk ook. Er zitten 4 cakes in. En dit is wat meer ja, met rode en groene en andere kleuren accenten. Die kan heel mooi in een projectie. Oké, daar heb je die palm effecten weer. Hierdoor was ik overtuigd, vooral door het einde ook. Echt mooie effecten deze. Kijk, iedereen weet wel, ik hou wat meer van spektakel. Dus daarom kies ik er misschien soms wat rustige producten voor in de plaats, zodat ik daar een mooi project kan maken. Doe je een paar renootjes tussen, of misschien iets anders, wat grillpotjes en dan heb je een heel mooi project. De volgende Excellent Box.
Heb ik ook op het lijstje staan. Esso naar Pyro 015 trouwens, want wij hebben samen dit lijstje vastgesteld. Misschien wel 3 uren aangezeten om wat op papier te krijgen wat we willen. 130 euro is deze. Nou, je ziet al, het zijn allemaal verschillende effecten waar we voor gaan dit jaar. Omdat we wat meer diversiteit willen, om het maar zo te zeggen. Eens even zien, voor mij ging die inderdaad zo door. Kijk. Mooie cake, ik zeg je eerlijk. De full loaded, die nemen we ook. En uiteindelijk komen we op een best wel hoog bedrag, maar dat zien jullie denk ik al aan de titel of iets. Dit is de full loaded, die is 210 euro ook, 2 kilo kruid. Je kan trouwens ook hier beneden kijken waar die te koop is. De full loaded, dat is een gekke cake. Het lijkt een beetje op de Duitse effecten aan het begin. Maar vanwege verschillende effecten erin, met geel en... Ben ik overtuigd eigenlijk. Dus deze was ook 210 euro. Dat klopt. Nou kijk, zo gaat hij dus door. Jullie snappen wel dat ik niet de hele video kan laten zien, helaas. Dat duurt echt, dan duurt deze video veel te lang. Maar dit is echt een hele mooie cake. Voor de mensen die echt niet echt van spektakel houden, maar meer van mooie effecten. Full loaded, een super mooie compound. De Professional Firebase staat ook hoog op het lijstje. En die wil ik ook heel graag. Even zien hoor. Dit zijn dus die cakes allemaal bij elkaar in het pakket. Staat op het lijstje en die is trouwens 260 euro. Goede burst ook. Een van de redenen dus waarom we deze ook namen. Ja, die knal is goed. Die knal is goed. De effecten ook trouwens. Dit is het. Assorted Show Premium. 300 euro deze. Dus dat is de duurste die wij hebben als het goed is. Ja, dat is de duurste die we wilden. 8 cakes. En dat is echt die... Ik vind dat design ook zo mooi. En zoveel diversiteit dat ik dacht van... die moet op het lijstje komen. Ik zal hem even afspelen. Wel 300 euro. Maar echt een hele mooie... Je hoort ook die knal, die is echt gek. Ik laat deze wel even wat langer zien, want over deze ben ik wel hyped. Nou, je zag het al, veel verschillende effecten, ook geel. En ik denk dat ik deze als een soort van eindshow doe. En verder heb ik de Professional Tube op het lijstje staan. Eens even zien hoor. Oh, ik moet weer terug. Die staat ook op het lijstje. 150 euro. 100 shots. En ook deze moest erbij. Vooral de burst van die wat duurdere cakes is altijd wel echt goed. Kijk, een Reno heeft natuurlijk een wat zachtere knal. Maar kijk dit stuk bijvoorbeeld. Ik zie nu al voor me hoe die in een project komt voor jullie dus. Wij hebben trouwens ook nog, voor de mensen die het willen weten, Thunder Kings zijn dit jaar gewoon nog te koop. En wij hebben best wel veel Thunder Kings. Moet ik even teruggaan naar de hoofdpagina, of in ieder geval... naar onze postcode. We gaan het ophalen bij Benfried in Den Hoorn. Voor de mensen die er geïnteresseerd in zijn.
En waar staan die Thunder Kings? Deze bulk, daar hebben we 8 pakken van besteld. Dus dan komen we uit op een bedrag van... ja, rond de €300 in ieder geval, die er nog bij komt. Dan heb je ongeveer 850 shocks. Nee, 8 keer 108 is 864 shocks. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. 1 december is het al. Iedere dag komt er nu een video. Door de week om 4 uur en in het weekend om 12 uur 's middags. Morgen of overmorgen komt de eerste Tsjechië video online. Dus ik hoop dat jullie daar ook super veel zin in hebben. En voor nu, we gaan even wachten totdat we deze bestelling kunnen ophalen. Dat is op de 28 of 29ste. Moet even kijken wanneer het ons uitkomt. En dan gaan we dit ophalen en dan zien jullie alles. Collectie, afsteekvideo. Dat was natuurlijk oud en nieuw. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zie jullie weer bij de volgende video morgen.